Hey, hallo en welkom bij deze nieuwe misdaad en make-up. Ik hoor iets grommen hier. Kom, ga jij de video overnemen vandaag, hè? Dolly! Ze heeft een hoop te vertellen aan jullie, zoals je ziet. Even een kus. En dan moet je echt eventjes het beeld vrijmaken. Het is vandaag natuurlijk weer tijd voor een nieuwe misdaad en make-up. En het is vandaag 1 oktober. Dat betekent dat de beste maand van het jaar is begonnen. En waarom precies? Het is natuurlijk over een paar weken Halloween. Dus deze maand liggen de schappen vol met allemaal leuke, griezelige goodies. Ik heb al dingen aangeschaft, zoals je hier op de achtergrond ziet. Maar goed, ondanks dat ik nog nooit, of nou, ik heb wel eens een Halloween feestje gehad, maar ik heb nooit officieel Halloween gevierd, zoals ze dat natuurlijk in Amerika doen. Maar toch heb ik heel veel met het thema. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het heel erg tof om al die looks te zien op social media. Wat mensen maken, hoe mensen eruit zien, hoe ze zich verkleden. Ik hou ervan. Dus leek het me tof om heel de maand oktober zaken te pakken die iets te maken hebben met Halloween. Met uitzondering van volgende week, want volgende week hebben we een special over Marianne Vaatstra. Maar in ieder geval verder zal ik zaken behandelen die ook maar een klein lijntje hebben met Halloween. Daar zal ik vandaag mee beginnen met een nieuw achtergrondje, nieuwe spulletjes. De zaak die ik vandaag ga bespreken heb ik ook besproken in mijn podcast genaamd Moordkast. Dit doe ik samen met mijn broer en ja, dan kunnen we het net wat gedetailleerder en ongecensureerd brengen. Maar natuurlijk, deze video moet je ook zeker even kijken, omdat ik er beeldmateriaal bij laat zien. Maar ben je geïnteresseerd in Moordkast? Het linkje staat onder in de beschrijving. En we zijn natuurlijk genomineerd voor een Dutch Podcast Award in de categorie Verhalend. En die willen wij absoluut in de wacht slepen. Dus heb je nog niet gestemd? Doe dat dan alsjeblieft. Ook daarvan heb ik het linkje in de beschrijving gezet. Het is de bedoeling dat je e-mailadres invult. Je krijgt dan een mailtje. Moet je eventjes openen en op bevestigen klikken. En dan is je stem op Moordkast geldig. Doe het alsjeblieft. Support ons. Want we willen echt zo graag die award hebben. Vandaag dus een misdaad en make-up. Ik zal mezelf voorzien van een make-up lookje. En terwijl ik daarmee bezig ben, vertel ik jullie over een spraakmakende moordzaak. En ik moet zeggen dat de zaak van vandaag is wel eventjes van een heel ander niveau. Natuurlijk, alle zaken zijn gruwelijk. Ieder verhaal op zichzelf staand is vreselijk. Maar wat ik hierin ben tegengekomen, dat gaat echt mijn verstand te boven. Ik ben inmiddels wel wat gewend. Want ik kijk mijn hele leven al naar documentaires. Ben ik bezig met moordzaken en ben ik, dat is iets wat mij heel erg intrigeert. Maar het komt zelden voor dat iets mij zo erg aangrijpt. Jullie mogen best weten, ik heb nadat ik het heb uitgezocht, gewoon echt misselijk in mijn bed gelegen van hetgeen wat ik tegenkwam. Het is een gruwelijke zaak, dus ik wil jullie waarschuwen. Even een extra trigger warning. Als je sowieso natuurlijk niet tegen dit soort onderwerpen kan, zoals moord, geweld, misbruik, moet je deze video echt wegklikken. Maar deze gaat echt wel even een tandje verder. Sowieso kan ik op YouTube niet te diep ingaan op de details. Dus ik hou het globaal. Dus ja, wees gewaarschuwd. En mocht je onder de 12 jaar zijn, vraag dan sowieso altijd je ouders om toestemming om deze video's te mogen kijken. Of vraag natuurlijk of ze met je meekijken. Daarbij is deze video bedoeld voor educatieve doeleinden. Is het absoluut niet mijn bedoeling om respectloos of oneerbiedig over wie dan ook in deze video te praten. De info die ik hierin geef is info die reeds gepubliceerd is op het internet. Ik heb het gewoon gebundeld en daar één geheel chronologisch verhaal van gemaakt. Dan is het natuurlijk nog tijd voor de shout-out van deze week voor de S-Onnedie. Als jij een comment hieronder achterlaat onder hashtag S-Onnedie, maak je kans om in een volgende video een shout-out te krijgen. En deze week is de shout-out voor Anne. Mijn vriendin en ik zitten elke keer met interesse en verbazing te luisteren. Je stem is hiervoor gemaakt. Blijf zo doorgaan. Echt een geweldige serie. Super bedankt, lieve Anne. Nogmaals, plaats iets onder in de comments. En wie weet, ben jij de volgende keer wel aan de beurt. Dus, zijn jullie klaar voor wat mascara en mysterie? We gaan heel snel beginnen met dit bizarre verhaal. Deze zaak speelt zich af eind jaren 70 en het gaat over twee mannen die elkaar ontmoeten in de gevangenis. Deze mannen zijn Lawrence Bittaker en Roy Norris.
Later komen deze twee mannen bekend te staan als de Toolbox Killers. En we gaan eerst eventjes individueel kijken naar de levensloop van deze mannen voordat ze elkaar ontmoeten. Om te beginnen bij Lawrence Bittaker. Lawrence Bittaker wordt geboren in Pittsburgh, Pennsylvania op 27 september 1940. Zijn geboorte komt onverwachts, was ook niet gepland. Zijn ouders wilden geen kinderen. En ze staan het jongetje dan ook ter adoptie af als hij nog maar 2 jaar oud is. Hij komt in een weeshuis terecht en wordt geadopteerd door George Bittaker en zijn vrouw. Lawrence beschrijft de relatie met zijn adoptieouders als vrij afstandelijk, een beetje kil, een beetje koud. En het gezin moet veel verhuizen vanwege vader George zijn werk. Hij werkte in de luchtvaartindustrie en ze moesten echt constant verhuizen. Het gezin ging van Pennsylvania naar Florida, van Florida naar Ohio en uiteindelijk komen ze terecht in Californië. Er is dan toch een gebrek aan een bepaald soort stabiliteit. Zo'n kind kan vriendjes maken, maar op een gegeven moment moet hij weer weg. Moet hij weer helemaal opnieuw beginnen met het maken van contacten, het wennen aan een nieuwe omgeving. Dat is voor een kind misschien niet de veilige thuisbasis die ze nodig hebben. Lawrence leidde hierdoor aan hechtingsproblemen. Dit zijn ook problemen die je natuurlijk sowieso vaak ziet bij een kind die ter adoptie wordt afgestaan. Hij heeft zijn hele leven eigenlijk alleen maar te maken gehad met afwijzing en heeft nooit het gevoel gehad dat hij echt ergens bij hoorde of dat mensen om hem gaven. Lawrence doet het verder wel hartstikke goed op school. Eigenlijk zonder al te veel moeite te doen haalt hij hartstikke goede cijfers. Het is dus een hele intelligente jongen, maar hij zit niet op zijn plek. Hij valt op school toch wel een beetje buiten de boot bij zijn klasgenoten. Voelt zich ook snel geïntimideerd door de mensen om zich heen. Hij vond school gewoon niet zo leuk. Het was daarnaast ook geen uitdaging voor hem, want die jongen had gewoon een hartstikke hoog IQ. En nogmaals, hij haalde echt 9 centienen met 2 vingers in zijn neus. Mag dan best wel een ingetogen jongen zijn, maar braaf, dat is hij zeker niet. Lawrence begint op jonge leeftijd al het criminele pad te bewandelen en is met zijn 12 jaar oud al een bekende bij de politie. Vooral vanwege winkeldiefstallen die hij zou hebben gepleegd. En op zijn 16e wordt hij uiteindelijk van school gestuurd vanwege alle problemen die deze jongen veroorzaakt. Dit gedrag wordt vanaf hier alleen maar extremer en extremer. Binnen een jaar nadat hij met school is gestopt, wordt hij gearresteerd voor een autodiefstal, voor het doorrijden na een ongeval en voor het vluchten voor de politie. Dat terwijl hij is nog maar een kind. We hebben het over iemand van 17 jaar. Hij komt uiteindelijk vastzitten in een jeugdgevangenis in Californië en komt 2 jaar later vrij als hij 19 jaar oud is. Komt tot eigenlijk toch wel tot een heftige ontdekking als hij vrijkomt, want zijn ouders hebben ervoor gekozen om geheel afstand van hem te nemen en zijn dus naar een andere staat verhuisd zonder het hem te vermelden. Dit moet natuurlijk best wel flinke klap zijn geweest. Tot hier is hij natuurlijk alleen nog maar verlaten door alles en iedereen. Hij wordt ter adoptie afgestaan als hij nog maar 2 is. Op zijn 19e laten ook nog zijn adoptieouders hem in de steek. Dat moet wel iets met een mens doen. Lawrence ontwikkelt zich door de jaren heen als een echte draaideurcrimineel. Dan had hij vastgezeten, kwam weer vrij, vervolgens spookt hij weer uit, zit hij weer vast, enzovoort, enzovoort. In 1974 loopt dan alles finaal uit de hand als Lawrence een biefstuk probeert te stelen in een supermarkt. Hij wordt achtervolgd door een medewerker die daar in die supermarkt werkt. En die medewerker vraagt aan hem: was je nog van plan om een stukje biefstuk af te rekenen? Die supermarktmedewerker, dat was Gary Louis. En in plaats van dat Lawrence hem gewoon netjes antwoord geeft, steekt hij hem neer. Maar ook echt in zijn borst. Het was echt op het nippertje dat Gary het heeft overleefd, want het zat echt een fractie van zijn hart vandaan. Lawrence had bijna gewoon iemand van het leven beroofd. Hij werd gelukkig opgepakt en veroordeeld voor een aanval met een dodelijk wapen. En hij moest zijn straf uitzitten in de California Men's Colony. Die moeten jullie eventjes onthouden. Hij wordt daar gezien door een psychiater en die stelt vast dat Lawrence echt extreem manipulatief heeft. En dat er een verborgen, extreem vijandig gedrag in hem huist, ergens diep van binnen. Hij vertoonde dan ook duidelijke kenmerken dat hij wellicht een psychopaat zou zijn. Hij had een groot gebrek aan empathie voor anderen, had nooit schuldgevoelens, kon zich niet inleven in mensen. Hij zag mensen niet als mensen, maar eerder als een voorwerp. Alles wat hij ook had geflikt, het kon hem nooit echt schelen als hij ervoor was gepakt.
Sterker nog, hij had een bepaald soort eigendunk over zijn daden. Hij was er eigenlijk wel trots op. Hij toonde in ieder geval nul berouw. Ook komt naar voren tijdens dat psychische onderzoek dat hij een IQ heeft van een genie. Hij heeft een IQ van 138. En nog nooit in de geschiedenis had een gevangene zo'n hoog IQ gehad daar in Amerika. Tot dan. Het was de jaren 70. Ik weet niet hoe dat natuurlijk nu zit. Maar in ieder geval, destijds had nog nooit iemand zo'n hoog score gehaald. Dan hebben we eigenlijk nu genoeg info over Lawrence Bittaker. En gaan we door naar de andere man, namelijk Roy Norris. Hij wordt geboren op 5 februari 1948 in Greeley, Colorado. De ouders van Roy waren niet getrouwd toen zijn moeder zwanger raakte. En dat was voor de jaren 40 nogal een taboe. Dat kon niet. Dus om de scheve gezichten te voorkomen zijn zijn ouders dan maar noodgedwongen gaan trouwen. Het gezin waar Roy in opgroeide, dat functioneerde niet helemaal lekker. Zijn vader werkte bij een schroothoop en zijn moeder was een huisvrouw, maar was ook een drugsverslaafde. Dit zorgde ervoor dat Roy soms in een pleeggezin terechtkwam. Soms woonde hij thuis. Het wisselde een beetje af, maar ook deze jongen had geen stabiele thuisbasis. Daar komt het op neer. Uiteindelijk zou hij hebben aangegeven dat hij werd mishandeld door een van zijn pleegouders. Maar dit bleek later weer verzonnen te zijn. Ik lees in ieder geval verschillende dingen. Sommige bronnen zeggen dat dit wel gebeurd is. En bepaalde bronnen zeggen dat dit valse beschuldigingen zijn. Dus hier ben ik niet achtergekomen wat de waarheid hierachter is. In ieder geval, Roy heeft zelf aangegeven dat hij mishandeld is. Roy had net als Lawrence een hoog IQ, maar op sociaal gebied wat minder bedreven. Met name wist hij niet zo goed contact te maken met meisjes. Gedroeg zich altijd gewoon vreemd rondom vrouwen. Zo is hij op zijn 16e naar een vrouwelijk familielid gegaan. Dit vrouwelijke familielid was een stuk ouder, die was begin 20. En hij zou avances hebben gemaakt. Dus hij zou haar op een vervelende manier hebben benaderd met bedoelingen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hij wilde haar in bed krijgen. Laten we het zo zeggen. Ja, dat is natuurlijk super raar. Het is familie. Dus die vrouw, die had zoiets van, joh, donder op uit mijn huis. Dus hij is ook het huis uitgeschopt. En zij heeft dus Roy zijn vader ingelicht. Van, hé, je zoon, ik zou eventjes met hem gaan praten. Dat was in ieder geval een hele ongepaste situatie. Een raar incident. De vader van Roy wordt hierop dan ook ontzettend kwaad. En die dreigt hem dan ook een pak slaag te geven. Nou, Roy besluit de auto van zijn vader te pakken. En rijdt weg de bergen in, de Rocky Mountains om precies te zijn, om zichzelf daar van het leven te beroven. Zo erg vond hij dit. Maar goed, deze poging mislukte. Hij werd door de politie weer naar huis gebracht. En een jaar later, als hij 17 jaar oud is, gaat hij bij de marine werken als elektricien. Dit hield hij niet lang vol, namelijk maar 4 maanden. Hij werd namelijk ontslagen vanwege medische redenen. Nou, wat was er nou gebeurd? Hij had in de tijd dat hij bij de marine zat, een vrouw proberen te misbruiken. Zij zat in een auto. Hij had zichzelf in die auto geforceerd en had van alles met haar willen uitspoken. Maar goed, hij werd gelukkig opgepakt, maar kwam al snel op borgtocht vrij. Dit was in ieder geval de reden waardoor hij niet verder kon bij de marine. Ja, werd gewoon ontslagen vanwege psychische problemen. Hij werd dan ook gediagnosticeerd met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis. En iemand met zo'n stoornis heeft eigenlijk niet zoveel behoefte aan andere mensen. Het zijn mensen die eigenlijk heel erg op zichzelf gericht zijn en niet de behoefte hebben om aansluiting te vinden. Maar goed, zijn gedrag, dat gaat van kwaad tot erger. En als hij 22 jaar is, valt hij een studente aan op een campus. Die heeft hij zwaar mishandeld met een steen. Roy wordt hiervoor opgepakt en wordt vastgezet in een ziekenhuis, omdat hij als geestelijk gestoorde zedendelinquent wordt gezien. Het is ook niet mis, want hij zit daar gewoon echt 5 jaar vast. Uiteindelijk wordt hij wel vrijgelaten omdat de psychologen en de doktoren vaststellen dat hij op een gegeven moment geen gevaar meer blijkt te zijn voor de samenleving. Althans, daar gingen ze vanuit. Of dat deed Roy ze doen denken. Ik weet niet wat ze dachten, maar oh jongens, wat hadden zij het missen. Hij gaat 3 maanden later alweer de fout in. Hij was een 27-jarige vrouw tegengekomen op straat. Had haar misbruikt, mishandeld. Proberen te wurgen met een sjaal. Godzijdank heeft deze vrouw het overleefd, maar ja, uiteraard. Hij zat weer in de problemen en komt vast te zitten. En dit keer, jawel, in de California Men's Colony. Dezelfde gevangenis
als waar Lawrence Bittaker gevangen is gezet. Ja, dus deze mannen, deze verhalen, gebroken persoonlijkheden, ze ontmoeten elkaar in de gevangenis. Roy is op dit punt 30 en Lawrence 38. Eventjes voor jullie beeldvorming, het is op dit punt 1977, 1978, rond die tijd. Ja, in de gevangenis hebben de medegevangenen het meestal niet zo op zedendelinquenten. Zedendelinquenten zijn vaak doelwit voor mishandelingen, aanvallen. Als jij zoiets hebt geflikt en je komt in de gevangenis, sta je sowieso al 10-0 achter. Roy wordt dan op een gegeven moment ook een paar keer aangevallen door wat medegevangenen. En Lawrence is daar om hem bescherming te bieden. Die heeft hem 2 keer uit zo'n situatie gered. Ja, en Lawrence had een heel ander soort reputatie. Hij zat er natuurlijk wegens geweldpleging. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, de twee worden vrienden met elkaar en ontdekken dat ze een wederzijdse interesse hebben. Ze haten vrouwen en hebben beide gewelddadige seksuele fantasieën. Ja, die ze wel in de praktijk zouden willen brengen. Ja, Roy heeft hier natuurlijk al wel ervaring mee. En die vertelt dan ook over zijn ervaringen aan Lawrence. Dat hij ervan geniet om de angst op de gezichten te zien van de vrouwen. Ja, hoe banger en hoe angstiger, hoe beter. En dat is eigenlijk de voornaamste reden geweest waarom hij deze delicten heeft gepleegd. Omdat hij kikte op hun angst en op hun pijn. En dan zijn ze zo met elkaar aan het praten over dit onderwerp. Ze delen ideeën, fantasieën met elkaar. Zoals ik al zei, Lawrence heeft nog nooit een vrouw misbruikt. Maar hij zegt wel tegen Roy, als ik dat zou doen, zou ik ervoor zorgen dat ze niet meer zou leven. Want ja, stel je voor dat ze het na kan vertellen, dan word ik gepakt. Dus ja, ik zou haar dan ook vermoorden. Ze voeden elkaars verlangens. Doordat ze elkaars fantasieën met elkaar delen, wordt het alleen maar groter en groter. En ik denk dat ze elkaars eerste echte vrienden waren. Dag in, dag uit hadden de mannen het hierover. En die fantasieën, die werden al snel plannen. Plannen die ze maakten voor als ze in de toekomst zouden vrijkomen. Ze zouden vooral op zoek gaan naar meisjes tussen de 13 en 19 jaar oud. Roy voelde zich sowieso aangetrokken tot jongere meiden. Hij had zelf bij oudere vrouwen niet de overhand en die kon hij gewoon niet aan. Jonge meisjes kon hij prima domineren, dus dat was iets waar hij dan op viel. Ja, als het meisje dan jonger was, hadden ze meer macht. En hoe meer macht, hoe groter de kick. Het was dan niet alleen de bedoeling om de meisjes te misbruiken en te mishandelen, maar uiteindelijk ook te vermoorden om hun sporen uit te wissen. Want ja, zo'n vrouw mocht natuurlijk niet gaan praten. Dit idee kwam dan ook meer vanuit Lawrence en is echt een eigen leven gaan leiden. In de gevangenis hebben ze echt van A tot Z alles besproken. De twee worden uiteindelijk vrijgelaten met best wel een korte tijd ertussen. Lawrence wordt vrijgelaten in oktober 1978 en Roy maar 3 maanden later in januari 1979. Lawrence ging na zijn vrijlating wonen in Los Angeles en vond best wel een goede baan, wat bijzonder is natuurlijk voor een ex-gedetineerde. Hij ging best wel prima verdienen als ingenieur bij een vliegtuigmaatschappij. In de buurt waar Lawrence woonde werd hij vrij populair bij de tieners. En dit niet zonder reden. Hij begon namelijk zelf rond te hangen met mensen die echt een stuk jonger waren dan hij zelf. Hij dronk dan bier met ze, rookte een sticky. Ja, en hij stelde zijn woning beschikbaar. Dus voor de jongen was het natuurlijk ideaal om daar dan met z'n allen rond te gaan hangen. Lawrence deed dit om te leren hoe het brein van een tiener in elkaar zat. Om ze beter te begrijpen, om ze te kunnen manipuleren. Om te kijken hoe win ik hun vertrouwen. Het was eigenlijk een soort van observatie voor hem. Roy werd natuurlijk ook vrijgelaten en die gaat bij zijn moeder wonen in een trailerpark. Hij woont dan ook in Californië. En hij had vanuit de marine natuurlijk ervaring opgedaan als elektricien en vindt een baantje als elektricien. Ongeveer een maand na Roy zijn vrijlating ontvangt hij een brief van zijn grote vriend uit de gevangenis, Lawrence. Ze spreken af en ontmoeten elkaar in een bar en drinken wat drankjes, gezellig. Waar hun ziekelijke fantasieën weer opkomen borrelen.
De hele avond gaat het over niks anders dan hun plan, wat ze besproken hadden eerder in de gevangenis. Ja, ze wilden dit echt in de praktijk gaan brengen. En Lawrence had al een busje gekocht, een zilveren 1977 GMC Cargo Van. Dit busje paste perfect binnen hun plan. De bus had geen ramen aan de achterkant. De laadruimte was heel ruim en had handige schuifdeuren. Zo konden ze natuurlijk snel en onopvallend een meisje de bus intrekken. Deur open, deur dicht en gaan. Dit was natuurlijk ideaal. Ze geven dit busje dan ook een naam, namelijk de Murder Mac. Nou, dit doen ze omdat ze als groot voorbeeld de Hillside Stranglers hebben. Even in het kort, het is een soortgelijke zaak, ook met twee mannen een busje. Vrouwen die misbruikt zijn en vermoord worden teruggevonden. Die Hillside Stranglers hadden ook een naam voor hun busje. Ja, Roy en Lawrence dachten, dit vinden wij ook wel een cool idee. Dit is de Murder Mac. De mannen gaan trouwens echt heel zorgvuldig te werk. Eerst rijden ze 2 maanden lang langs de Pacific Coast Highway op en neer. 2 maanden lang. Ze maken contact met meiden, rijden langs de kust, de stranden, flirten erop los, drinken biertjes, roken een stikkie hier en daar. Ze nemen Polaroid-foto's met de meisjes die ze tegenkomen. Ze hebben vooral veel lol. Ze doen verder niemand kwaad. Althans, nog niet. Dit alles doen ze namelijk om gebieden te leren kennen. Waar kunnen ze het beste toeslaan? Wat kunnen de mannen als beste smoes gebruiken om een meisje de van in te lokken? Je kunt het zien als een soort van studietrip van 2 maanden. Om hun plan zo goed mogelijk te laten slagen en er mee weg te kunnen komen. Op een gegeven moment rijden ze rond in de bergen bij de San Gabriel Mountains. En ze komen een weg tegen die afgesloten is met een hek. Dit is een plek waar je eigenlijk niet hoort te komen. Er zit een groot slot op met een ketting. Verboden toegang. Maar goed, Lawrence knipt het slot door en zet zijn eigen slot erop. Zo van, dit is mijn gebied. Ze verkennen dan ook het gebied. Ja, dit is echt een perfecte plek om alles ongezien te kunnen uitvoeren. Inclusief de moorden. Er komt verder niemand. Ze zullen de slachtoffers niet horen. En als daar een lichaam wordt gedumpt, zul je die ook niet snel vinden. Het gebied zit vol met hellingen, kliffen, bergen en wilde dieren. Daar zouden ze ongestoord hun gang kunnen gaan. De mannen hebben vanaf dit punt alles voorbereid. En er staat ze nog maar 1 ding te doen. En dat is het inrichten van de Murder Mac. In de laadruimte zetten ze een opklapbed neer. En daaronder schuiven ze een grote coolbox voor drankjes, voor bier, wat ze eventueel meiden zouden kunnen aanbieden en daarmee de bus in zouden kunnen lokken. En naast deze coolbox zetten ze een gevulde gereedschapskist neer. Daar zitten items in zoals je verwacht van een gereedschapskist. Hamers, een ijspriem, tangen, schroevendraaiers, van alles zat er in die kist. Ze hebben nu alles klaar om een jacht naar de jonge vrouwen te openen en zoeken langs de kust tussen Redondo Beach en Santa Monica Beach. Dit stuk is zo'n 32 kilometer lang. Het is 24 juni 1979. De mannen gaan op zoek naar hun allereerste slachtoffer en spotten de 16-jarige Lucinda Cindy Schaefer. Het meisje had net een bijeenkomst gehad van de kerk. Haar oma had haar daar afgezet. Het had zo'n 20 minuutjes geduurd en Lucinda was weer de kerk uitgestapt om naar huis toe te lopen. De mannen gaan naast haar rijden en vragen of Cindy een lift nodig heeft, waarop ze zegt, nee, bedankt, dat hoeft niet. Waarop Lawrence en Roy weer vragen van, we hebben hier bier, we hebben misschien iets lekkers om te roken, stap lekker in. Waarop Cindy weer zegt van, nee, dank je, dat hoeft voor mij niet. Ze is in ieder geval niet van plan om bij deze 2 vreemde mannen in te gaan stappen. Maar de mannen die geven niet op. Ze besluiten voor haar uit te gaan rijden en aan de kant van de weg te stoppen totdat Cindy voorbij loopt. En wanneer ze langs loopt, slaan de mannen toe. De schuifdeuren van de bus gaan open. Roy grijpt het meisje vast en trekt haar het busje in. Ze rijden vervolgens weg. Lawrence bestuurt het busje en zet de volume van de muziek echt keihard, zodat niemand het geschreeuw van het meisje zou kunnen horen. Roy zit dus in de achterkant van het busje samen met Cindy. Hij bindt haar vast en ze rijden naar hun geheime locatie in de San Gabriel Mountains. Daar achter dat hek wat ze hebben geconfiskeerd. Dit is een rit van ongeveer 1 uur. En daar aangekomen staat haar echt een verschrikkelijk lot te wachten. Beide mannen misbruiken het meisje.
om en om. Ze wisselen elkaar echt af. Maar ze misbruiken haar niet alleen, ze beginnen haar ook te martelen. Als Cindy dan op een gegeven moment vraagt van zijn jullie van plan mij te vermoorden? Dan zegt een van de mannen daarop nee. Ja, Cindy gelooft dat niet en zegt joh, als jullie dat van plan zijn, laat me alsjeblieft voor de laatste keer nog bidden. Haar letterlijke woorden waren, will you at least let me pray before you kill me? De mannen hadden hier geen boodschap aan. Er was totaal geen respect, geen empathie voor dit meisje. Eigenlijk genoten de mannen alleen maar van haar smeekbedes. En ze lieten haar dan ook niet bidden. Roy is degene die dan een poging doet om het meisje te wurgen met zijn blote handen. Maar dit lukt hem niet. Hij loopt weg en begint daar heftig over te geven in de bosjes. Waarop Lawrence Bittaker het overneemt. Lawrence loopt terug naar het busje en haalt een kleerhanger en zijn gereedschapskist tevoorschijn. Uit deze gereedschapskist haalt hij een tang. In de podcast kan ik wat verder ingaan op de details, maar het komt er in ieder geval op neer. Hij heeft een ijzeren kleerhanger en een tang gebruikt om haar te wurgen. Waarop Cindy dus inderdaad overleed. Ze wikkelde haar lichaam vervolgens in een douchegordijn en gooide haar van een klif. In de hoop dat ze natuurlijk nooit gevonden zou worden. De oma van Cindy benadert de politie om Cindy als vermist op te geven, want ze was natuurlijk niet thuisgekomen. Maar er was nergens een spoor van Cindy te bekennen. Er waren ook geen getuigen, niemand had iets gezien. Dus ze hadden echt geen sporen om mee te werken. De zaak liep dan ook al heel snel compleet vast. 2 weken later gaan Roy en Lawrence op zoek naar een tweede slachtoffer. Het is dan 5 juli 1979. Ze gaan met de Murder Mac op pad en rijden rond Manhattan Beach. En ze zien in de verte een meisje staan die overduidelijk op zoek is naar een lift. En een liftend meisje is natuurlijk ideaal voor de mannen. Zij zou vrijwillig instappen, want ja, ze is op zoek naar een ritje. Het meisje wat daar staat te liften, dat is de 18-jarige Andrea Hall. Ze komt uit een arm gezin uit Ohio en was in Californië gaan wonen om haar leven te beteren. En proberen een goede toekomst voor zichzelf op te bouwen. Maar het was nog best wel pittig. Zeker op financieel gebied was het voor haar moeilijk om daar rond te komen. Ze zochten ook allerlei maniertjes om aan geld te komen. Zo verkocht ze bijvoorbeeld haar bloed bij een bloedbank en stond ze regelmatig aan de weg te liften om natuurlijk een gratis ritje te scoren. Nou, nogmaals, Andrea was natuurlijk een ideale prooi, want een lifter heeft sowieso de intentie om een auto in te stappen, maar ze pakken dit keer wel net wat anders aan. Ze doen namelijk alsof Lawrence alleen in de auto zit achter het stuur en Roy verstopt zich onder het opgeklapte bed, naast de coolbox achter in het busje. Lawrence die rijdt op haar af, biedt haar een lift aan en ze stapt in het busje, ze gaat mee. Waarop Lawrence haar op een gegeven moment vraagt of ze zin heeft in een drankje. En ze zegt, ja hoor. Ze moest het even zelf pakken achter in de bus, want Lawrence was natuurlijk aan het rijden. Wanneer ze naar de coolbox reikt, komt ineens Roy tevoorschijn. Die springt op onder dat bed. Ja, en die probeert Andrea te overmeesteren. Maar dit keer gaat dat niet zo makkelijk, want Andrea is best wel een sterk meisje. En er ontstaat een pittig gevecht tussen de twee. Ja, ze verzet zich hevig, maar helaas krijgt Roy uiteindelijk toch de controle over haar. En bindt het meisje vast. Ook nu rijden ze weer naar een plek in de San Gabriel Mountains, waar ze Andrea om beurten misbruiken. En ook weer mishandelen. Allerlei martelingen die ze doorstaat. Het is echt verschrikkelijk. En het is wel duidelijk dat Lawrence degene is die de meest sadistische gedachten erop nahoudt. Hij besluit dan dit keer ook foto's te nemen van het slachtoffer, zodat hij die nog later kan bekijken en het kan herbeleven. Hij is toch wel degene die het meest geniet van de pijn die het slachtoffer lijdt en de macht die hij heeft. Hij is gewoon degene die steeds een stap verder gaat en met de ziekste ideeën naar voren komt. Uiteindelijk vermoordt hij Andrea met een ijspriem en door haar te wurgen. En als hij dit heeft gedaan, loopt hij met de Polaroid-foto's van het slachtoffer naar Roy om ze vol trots te laten zien en nog eventjes te bekijken met elkaar. Andrea wordt als vermist opgegeven, maar er is geen spoor naar de mannen of naar Andrea. Het lichaam wordt natuurlijk ook niet gevonden. Ja, en de mannen wanen zich onaantastbaar. Dit geeft hun een voldaan gevoel dat niemand ze op het spoor komt. Niemand verdenkt ze van iets. Ze kunnen gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn en het geeft ze een echte kick.
het feit dat ze hiermee wegkomen. De mannen houden zich 2 maanden hierna eventjes een tijdje rustig. Maar slaan dan toch weer opnieuw toe. Ze rijden rond Redondo Beach en zien daar 2 meisjes langs de weg staan die aan het liften zijn. En dit zijn echt duidelijk super jonge meisjes. Het zijn Lia Lamp en Jackie Gillian. Lia is nog maar 13 en Jackie 15 jaar oud. Ze zijn op zoek naar iemand die ze naar het strand willen brengen. Over de verkeerde tijd, op de verkeerde plek gesproken. Dit is echt verschrikkelijk. 13 en 15 jaar oud. Het was destijds nog vrij normaal om te liften, maar oh, het zou je maar gebeuren dat je dochter van 13 bij zo'n man in de auto stapt. En ja, dat gebeurt. De mannen stoppen het busje en ze bieden de meiden een lift aan naar het strand waar ze naartoe moeten. Nou, die meiden zijn hartstikke blij en opgetogen. Hebben zoiets van, yes, het is ons gelukt. We gaan naar het strand, een dagje uit. En op het begin hebben ze het nog best wel naar hun zin. Ze maken een gezellig praatje met de mannen. Niks aan het handje, totdat de sfeer volledig omslaat. Als de meiden merken dat ze volledig de verkeerde kant aan het oprijden zijn. Ze zijn niet op weg naar het strand waar ze naartoe moeten. De mannen wijken hier volledig vanaf. Ja, die meiden die raken natuurlijk volledig in paniek. Ze schreeuwen dat ze de bus moeten stoppen, dat ze uit willen stappen. Maar Lawrence zegt, maak je geen zorgen, ik ben gewoon op zoek naar iets om te roken. We gaan straks naar jullie eindbestemming. Lawrence parkeert op een gegeven moment het busje bij een nabijgelegen tennisbaan. Lawrence die had van tevoren een soort wapen gemaakt van een sok met BB-gunkogeltjes erin. Nou, dat wordt natuurlijk ontzettend hard en dat zou je natuurlijk kunnen gebruiken om iemand mee te slaan. Nou, dit doet hij ook. Hij slaat Lia echt met volle kracht hiermee op het hoofd, waarop het meisje haar bewustzijn verliest. Ja, het andere meisje, Jackie, probeert weg te vluchten en raakt in gevecht met Lawrence. Hij slaat haar vervolgens echt met volle kracht in het gezicht. En terwijl de mannen de meisjes onder controle proberen te krijgen, worden ze gezien door iemand die daar tennist. Want ze stonden natuurlijk naast een tennisbaan. Nou, die zit een beetje naar ze te staren en waarschijnlijk heeft hij wel het een en ander gehoord en heeft hij iets zien gebeuren. Lawrence en Roy hadden de man uitgelegd van ja, dit zijn meisjes, wij kennen ze. Ze zijn onder invloed en we proberen ze onder controle te krijgen, maar dit komt wel goed, geen zorgen. Ze besluiten toch weer naar hun geheime plek in de bergen te rijden om af te maken waar ze aan begonnen waren. De vorige keer maakte Lawrence dus foto's van zijn slachtoffers, maar dit keer besluit hij met een tape recorder alles op te nemen. De martelingen, het misbruik, het is echt verschrikkelijk. De mannen zijn dan vooral gefocust op de 15-jarige Jackie, omdat Lia niet hun type is. Het meisje is net wat breder gebouwd. Hij dwingt Jackie op een gegeven moment zelfs de rol van een nichtje aan te nemen van hem, die hij altijd al aantrekkelijk heeft gevonden. Dus dwingt haar echt in een soort rollenspel. Het is echt te ziek voor woorden wat daar allemaal gebeurt. En in de tussentijd worden beide meiden zwaar mishandeld, gemarteld, misbruikt. Echt, dit kun je niet bedenken. Wat deze mannen met de meisjes doen, dat nogmaals, dat gaat je verstand te boven. Ik kan het niet allemaal benoemen. Maar toen ik las wat hier allemaal is gebeurd, werd ik hier echt mega misselijk van. Het is echt te walgelijk voor woorden. Dit gaat de hele avond door, totdat de meiden weer worden vastgebonden en de nacht doorbrengen in het busje met hun ontvoerders. In de ochtend gaat het misbruik, de martelingen, weer net zo hard door. En dit keer richten ze zich ook op de 13-jarige Lia. Ze maken dan weer foto's van de slachtoffers in de meest verschrikkelijke posities en besluiten dan uiteindelijk, na alle martelingen, de meisjes te vermoorden. Lawrence steekt Jackie neer met een ijspriem en wurgt haar totdat ze dus overleden is. En Roy richt zich op de 13-jarige Lia en vermoordt haar met een hamer. Ontzettend gewelddadig. Ook deze meisjes worden dus achtergelaten in de bergen in de hoop dat ze nooit gevonden worden. Ja, de familie maakt zich natuurlijk grote zorgen als de meisjes niet thuiskomen die dag. Ook zij worden als vermist opgegeven, maar we hebben het hier natuurlijk over eind jaren 70. Ja, en in die tijd, het zijn jonge meisjes van 13 en 15 jaar, die zijn misschien weggelopen. De politie nam de familie niet meteen serieus, maar de meisjes, het waren brave meisjes. Ze waren nooit eerder van huis weggelopen. Dat zou niets voor hun zijn geweest. Ze waren hun ouders altijd heel gehoorzaam geweest. Ja, dit lag niet binnen hun karakter. Dus uiteindelijk pakt de politie de zaak toch wel serieus op, maar
Ook hier zijn er geen getuigen, niemand heeft wat gezien. Er is geen spoor bekend van de meisjes. Maar goed, de mannen zijn nog niet klaar. En op 3 oktober kidnappen ze hun nieuwe slachtoffer, Shirley Sanders. Het meisje was het busje ingetrokken nadat ze een lift van de mannen had geweigerd. Ook dit meisje wordt op een gruwelijke manier misbruikt en mishandeld, maar weet dus weg te komen en rent het busje uit. Gelukkig overleeft zij als enige de aanval en doet aangifte bij de politie en benoemt alle details en ook het zilveren busje waar de mannen in reden. Dan zou je denken, als zij misbruikt is, dan is er vast DNA te vinden. Vast wel, maar destijds waren die technieken nog niet zo ver dat DNA kon worden toegepast. Dus deze aangifte, daar kon de politie nog niks mee. Dit zou natuurlijk een tegenvaller moeten zijn geweest voor de mannen. Die zijn natuurlijk ontzettend bang dat ze gepakt worden. Ze hebben iemand laten leven, dat was niet de bedoeling. Maar alsnog was dit geen reden voor hun om te stoppen met hun daden. En ze vervolgen hun killing spree. Op 31 oktober 1979 gaan de mannen opnieuw op pad. Het is de avond van Halloween. Ze wijken trouwens af van de normale route. Want ja, ze hebben iemand laten ontsnappen. Misschien gaat de politie wel zoeken naar een zilveren bus. Dat moeten ze natuurlijk niet hebben. Dus ze rijden naar een andere plek toe waar ze eerder nog niet actief zijn geweest. Namelijk in San Fernando Valley. Daar spotten ze de 16-jarige Lynette Ledford. Lynette was serveerster bij een restaurant en Lawrence die kwam daar best wel vaak eten. Dus het zou kunnen zijn dat Lynette en Lawrence elkaar kenden, van gezicht dan. Het meisje was net naar een Halloweenfeestje geweest en ze had daar ruzie gekregen met haar vriendje. Waarmee ze dus naar huis zou gaan. En nu had ze geen lift. Ze had geen vervoer om terug naar huis te komen. Ze liep daar alleen over straat en Lawrence en Roy bieden haar een lift aan en het meisje stapt in. Het is niet voor de volle 100% duidelijk of Lynette Lawrence kende, maar wellicht is ze bij hun ingestapt omdat ze hem wel herkende van gezicht en dit haar waarschijnlijk toch een bepaald vertrouwd gevoel gaf. Dit keer hebben de mannen niet het geduld om helemaal naar de bergen te rijden en beginnen Lynette eigenlijk meteen al te mishandelen, te misbruiken en te martelen. Dit gebeurt allemaal onderweg. Ze wordt zwaar toegetakeld en alles wordt wederom weer opgenomen met een tape recorder. Dit gaat trouwens niet over zomaar mishandelingen. Dit gaat over martelingen die, dat is niet meer menselijk. Ze zien het meisje niet als een persoon of als een mens, maar als een voorwerp. En zo gaan ze ook echt met haar om. Totaal geen respect, geen empathie, niks. Het meisje schreeuwt het ook uit van de pijn en op een gegeven moment smeekt ze zelfs of ze haar wilde vermoorden. Dat zijn ook echt haar laatste woorden geweest. Of ze er alsjeblieft een einde aan willen maken. Je kunt je voorstellen, als je zoiets roept, dan moeten ze wel heel ver met je gaan. Roy is op een gegeven moment degene die het meisje vermoordt, wederom met de kleerhanger en de tang. Geheel tegen hun patroon in gooien ze het meisje de bus uit in iemands voortuin. Ze waren natuurlijk al die tijd niet gepakt. En hierdoor werden ze toch een beetje arrogant en zijn ze onzorgvuldig te werk gegaan. Ze dachten dat ze nooit gepakt zouden worden, of ze nou een lichaam vonden of niet. Kon ze eigenlijk niet meer schelen. Ze dachten, wij hebben alles onder controle en dit komt wel goed. De volgende dag wordt het lichaam van Lynette gevonden door een hardloper. En heel Los Angeles is in shock van wat hier gebeurd is. De manier waarop dit meisje was omgebracht was ijzingwekkend. Het was onmenselijk. Iedereen was bang voor deze loslopende gek, deze moordenaar. Dat er iemand rondliep die tot zoiets in staat was, dit moest wel een monster zijn geweest. Ja, en dan op een gegeven moment beginnen de mannen uit een soort van stoerdoenerij hun mond voorbij te praten. En ze biechten alles op aan een oude vriend van hun waar ze mee in de gevangenis hebben gezeten. Deze man was Joe Jackson. Maar Joe had zelf 2 tienerdochters en het ging hem een beetje dwars zitten. Vooral op het moment dat Lawrence een soort ongezonde, rare interesse kreeg in een van zijn dochters. En toen dacht hij, nu is de maat vol, dit ga ik vertellen. Hierop besluit hij de mannen aan te geven en hun erbij te lappen bij de politie. En hij wordt verhoord door de recherche. Ook benoemt Joe het zilveren busje, de Murder Mac, waar de mannen in zouden rondrijden. En dan begint er een belletje te rinkelen bij een van de detectives. Ze hadden natuurlijk de aangifte van Shirley Sanders binnengekregen. Ja, en zij had ook verklaard over een zilveren busje waarin ze was meegetrokken en was misbruikt en waar ze van alles met haar hadden gedaan. Het verhaal van Shirley had zoveel overeenkomsten met de verklaring van Joe dat ze besluiten haar opnieuw te verhoren. Nou, dan leggen ze een paar foto's neer, een line-up.
daar zitten dus ook foto's tussen van Lawrence en Roy. En ook heel veel foto's van andere mensen. En ze pikt de twee er meteen uit. Zonder twijfel, dit zijn de mannen die mij het busje in hebben getrokken. Het was nu aan de politie om de mannen op te sporen. En Roy hadden ze echt meteen in het vizier. En hij werd meteen op heterdaad betrapt toen hij verboden middelen in zakjes aan het stoppen was. Dat deed hij midden op straat. Dus de politie had meteen een reden om hem te arresteren en vast te zetten. Maar Lawrence konden ze niet meteen vinden. De politie besluit de auto van Roy te doorzoeken. Daar vinden ze ook allemaal foto's van de vermiste vrouwen. Ja, als ze Roy ermee confronteren, dan heeft hij wel weer een smoes klaar liggen. Hij heeft de vrouwen met geen vinger aangeraakt. Hij heeft ze echt geen pijn gedaan. Ja, sure. Lawrence voelt op dit punt nattigheid en hij besluit Roy te bellen om te checken waar hij uithangt. Dan krijgt hij ineens een andere man aan de lijn. En dit is een politieagent die zich voordoet als een goede vriend van Roy. Maar goed, Lawrence met zijn hoge IQ, die trapt er niet in. Hij vertrekt als een speer met alle geluidstapes ons te begraven in de bergen. Hij probeert zich te ontdoen van al het bewijs. Als hij dat gedaan heeft, keert hij weer terug naar huis, waar de politie op hem staat te wachten om hem in te rekenen. Hij wordt gearresteerd voor het misbruiken en ontvoeren en mishandelen van Shirley Sanders. En er wordt een onderzoek gestart. Ze vinden uiteindelijk het zilveren busje en besluiten dit busje te gaan onderzoeken. Ze vinden 500 foto's. Er zitten ook foto's bij van slachtoffers, de vrouwen die vermist zijn. Ze vinden sieraden van de vermiste vrouwen. En ze vinden een geluidstape die nog in de recorder zat. Die was Lawrence vergeten bij het begraven van de andere geluidstapes. En hierop is te horen hoe ze hun laatste slachtoffer, Lynette, aanvallen. En als de politie deze tape afspeelt, is het wel duidelijk tot wat voor verschrikkelijke dingen deze mannen in staat zijn. Wat ze daar horen, dat is echt verschrikkelijk ondenkbaar. En de meest doorgewinterde rechercheurs hebben hier nog trauma's van. Op dit punt besluit Roy Norris alles te bekennen. Hij kan natuurlijk geen kant meer op en probeert in ruil hiervoor strafvermindering te krijgen. En maakt een deal, zodat hij mogelijk de doodstraf kon vermijden. De politie neemt hem mee naar de San Gabriel Mountains, natuurlijk de plek waar ze de meeste van hun slachtoffers hebben achtergelaten. En hij wijst de plekken aan waar ze de lichamen hebben achtergelaten. Al snel wordt het stoffelijk overschot van Leah en Jackie gevonden. Echter, de lichamen van Cindy Schaefer en Andrea Hall worden nooit gevonden. Die zijn nergens meer te bekennen. Ze hebben letterlijk overal gezocht, alles uitgekampt. Maar Cindy en Andrea, hun lichamen zijn waarschijnlijk vergaan. Er lopen wilde dieren rond. Het is verschrikkelijk, maar ze zijn nooit gevonden. Uiteindelijk start het proces tegen Lawrence Bittaker op 19 januari 1981 en hij pleit onschuldig te zijn. Het enige wat hij toegeeft is dat hij een van de slachtoffers, en het gaat hier over Lynette, misbruikt heeft. En hij kan daar ook niet onderuit, want ze hebben natuurlijk een geluidstape daarvan waarop de aanval van Lynette te horen is. Ja, dan hoor je duidelijk dat Lawrence dat is. De geluidstape die met de tape recorder tijdens de aanval gemaakt is, die wordt laten horen tijdens het proces. En er is een jury van volgens mij 7 vrouwen en 5 mannen. De tape duurt ongeveer een kwartier. En wat vooral te horen is, zijn de mishandelingen, de martelingen, het ijzingwekkende gegil van Andrea. En dit is met geen horrorfilm te vergelijken. Je hebt natuurlijk actrices die gillen op het moment dat ze worden aangevallen. Maar dit, dat gaat door merg en been. En het merendeel van de mensen loopt de zaal uit, huilend, overstuur. Het is echt verschrikkelijk. Op 17 februari 1981 wordt Lawrence schuldig bevonden aan alle 5 de moorden op de vrouwen. En hij krijgt de doodstraf opgelegd. Roy Norris pleit schuldig te zijn, heeft een deal gemaakt en krijgt de gevangenisstraf van 45 jaar tot levenslang opgelegd. Lawrence Bittaker heeft tot December 2019 in de dodencel gezeten. Hij heeft nooit de letale injectie gekregen, maar is aan een natuurlijke dood gestorven. 2 jaar geleden dus. Hij werd 79 jaar en heeft de moorden nooit bekend. Roy Norris is inmiddels ook niet meer in leven. Hij stierf vorig jaar in februari, ook aan een natuurlijke doodsoorzaak, in de gevangenis. Hij heeft na zijn veroordeling nog een aantal keren verklaard dat hij enkel meedeed aan de moorden uit angst voor zijn vriend Lawrence. En dat het totaal niet zijn bedoeling was om zo ver met de slachtoffers te gaan. Ik geloof hier natuurlijk helemaal geen bal van. Ze hebben samen deze plannen gesmeed. Je bent zelf zo ver gegaan om een busje in te richten,
om 2 maanden lang op en neer te rijden om het gedrag van tieners te bestuderen. Je gaat mij niet vertellen dat hij dit niet van plan was en dit niet zag aankomen. Nee. Ja, zoals ik al eerder zei, de politiemensen en de recherche, iedereen die aan dit onderzoek heeft meegewerkt, hebben superveel last van de naslepen. En van alles wat ze in deze zaak zijn tegengekomen, hebben moeten aanhoren en zien. Ze verklaren slaapproblemen te hebben, nachtmerries te hebben over het gegil van het meisje op de geluidstapes. Een van de onderzoekers, dat was Paul Bynum. Hij stond aan het hoofd van het onderzoek. En vrij kort nadat de zaken zijn opgelost, heeft deze man zichzelf van het leven beroofd. Hij was nog maar 39 jaar oud en hij liet een zelfmoordbrief achter van maar liefst 10 pagina's. En hier stond onder andere in dat deze zaak zo'n impact op hem heeft gemaakt. De moorden, de zaak, het achtervolgde hem in zijn dagelijkse leven. En hij was ontzettend angstig dat deze mannen ooit zouden vrijkomen. Zo heeft het dus nog een leven gekost, uiteindelijk. Het is echt verschrikkelijk wat er in deze zaak is voorgevallen. Ik had het net al over de geluidstape die ze tijdens het proces lieten horen in de rechtszaal. Deze geluidstape is trouwens nergens te vinden. Ga er vooral ook niet naar op zoek. Het enige wat hier wel van te vinden is, is een manuscript. Dat wat er gebeurt is allemaal uitgeschreven. En ik raad je af het te lezen. Ik heb het wel gedaan en dit gaf echt precies weer hoe gruwelijk deze zaak was. Dit is echt van een ander niveau. Monsterlijk. Deze mannen, het zijn gewoon beesten. Die zijn op een beestachtige wijze tekeer gegaan. Het is niet te bevatten. Ik wist niet wat ik las. Het heeft mij in ieder geval echt heel diep geraakt en een hele grote impact op mij gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat jullie in ieder geval van deze zaak en deze aflevering vonden. Laat het natuurlijk eventjes weten onder in de reacties. En beluister natuurlijk ook zeker deze aflevering van de nieuwe Moordcast. Link staat onder in de beschrijving. Omdat we daar net wat gedetailleerder op de zaak in kunnen gaan. Mocht je dat nou niet aankunnen, doe het vooral niet. Maar goed, daar mag je zelf een keuze in maken natuurlijk. Aankomende zondag om 3:00 middags ben ik weer live op Twitch. Ik ben trouwens elke zondag live op Twitch. Daar heb ik superveel interactie met mijn kijkers. We spelen games. Je zou nog wat vragen aan mij kunnen stellen in de chat over deze zaak. Als je dat wilde, kunnen we het er nog eventjes over hebben. Dus kom gezellig kijken zondag om 3:00 op twitch.tv/onnestream. Ook het linkje daarvan staat onder in de beschrijving. Vergeet natuurlijk ook niet om op Moordcast te stemmen voor de Dutch Podcast Awards in de categorie verhalend. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien met een nieuwe video. Tot de volgende keer.